Welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits. We kijken naar de ontwikkeling in de zuivelmarkt. En we kunnen wel zeggen dat de situatie nog steeds zeer onzeker is. Carola Schout heeft dan wel een go gegeven op de fosfaatregelgeving. Maar hoe gaat die er nou concreet uitzien? En met nog 4 weken te gaan wordt het allemaal kort dag. En dan is er natuurlijk ook nog Friesland Campina. Die dreigt met een boete op de extra liters melk. Oftewel een zogenaamde standstill. Het levert onzekerheid op in de markt. En dan nog de zuivelprijzen. Nou, Friso Campina ging iets omlaag. Wat doen de Nederlandse noteringen? Een min van 6 euro voor boter komt uit op een 491 euro per 100 kilogram. Hou rekening mee dat er toch ook nog wel oudere, goedkope boter in de markt is. Volle melkpoeder, 252 euro per 100 kilogram. Magere melkpoeder stabiel op een 146 euro per 100 kilogram. En dan de wei. Die neemt toe met een plus van 1 euro tot 58 euro. En het zegt ons dat er iets minder kaas gemaakt wordt.